Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend zien we dat het regengebied van afgelopen nacht inmiddels ons land grotendeels verlaten heeft. Er trekken op dit moment nog wel een paar buien verspreid over het land en dat zal ook de rest van de ochtend nog wel gebeuren. Vanmiddag wordt het uiteindelijk vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en verder is er geregeld zon. Tot 21 tot 24 graden, maar wel bij een stevige zuidwestenwind. Die is matig en aan zeekrachtig of hard, windkracht 4 tot 7, met in de kustprovincies zo kans op windvlagen tot 75 km per uur. Vanavond gaat de wind langzaamaan weer wat afnemen, zo halverwege de avond is het een graad of 20. Morgen hebben we opnieuw een afwisseling van wolken en zonnige perioden. En Er komen opnieuw een aantal buien tot ontwikkeling, eerst vooral in de kustgebieden later wat meer land inwaarts. De wind is matig tot vrij krachtig. Op zaterdag ook nog verspreid en enkele buien, maar verder geregeld zon bij een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Op zondag rond de 21 graden met lokaal een buitje, maar over het algemeen droog. Ook maandag is het nog een groot deel van de dag droog, en dan wordt het iets warmer met 21 tot 24 graden. Ik ben Wen Langkamp van Weerplaza.